Het water bracht Gelderland rijkdom, maar ook veel ellende. Stel je voor, bijna iedere winter overstroomden de rivieren. De hertogen van Gelre waren in de middeleeuwen al bezig met dijkversterkingen, maar toch gingen daarna nog heel vaak mis. Grote dijkdoorbraken. In 1809, 1853, 1926 en hier in Beneden Leeuwen in 1861. Traan in het mannelijk oog, een troostwoord in de mond, stond Nederlands vorst ons bij in deze bange stond. Zo, dit is een monument dat ons doet herinneren 1861. Neem eens mee naar die tijd. Nou, 1861, in februari was het toen ontzettend koud en de Waal zat vol ijs en dat ijs is gaan kruien. En toen gebeurde dat de dijk doorbrak en er heel veel mensen omgekomen zijn. Hier brak de dijk door, waar wij nu staan. Ja. Ja. En hierachter ligt het dorp. Ligt het dorp, Beneden Leeuwen, ja. En het water, het ijs, het denderde gewoon. Ja, het stroomde helemaal vol. Het hele gebied stroomde vol. En er zijn toen hele families omgekomen. 37 mensen zijn omgekomen. Maar ook een wonderbaarlijke redding. Ja, één meisje. Kom maar even kijken hier bij het monument. Daar staat het op. Oh, daar staat het hier. De familie Verbeek is helemaal omgekomen. Alle mensen, behalve één dochtertje. Dat was een meisje van 8 jaar, Johanna Verbeek. En die heeft hier 6 dagen op de golven rondgedobberd. In die IJszee, in dat water. En die is gered in Puiflijk door een boer uit het water gehaald. En zij heeft het gelukkig wonderbaarlijke overleving. Zij heeft het gered, dat is enige van haar familie. Het is wonderbaarlijk dat ze het overleefd heeft. En het mythische verhaal gaat daarna dat ze overleefd is op appels die door een vee in de nacht bij maanlicht werden gebracht, zodat zij... Een vee? Een vee. Een soort engeltje. Ja, zodat ze toch het gelukt is om te blijven leven. Misschien heeft ze dat half hallucinerend in de kou of zo ervaren. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het is een verhaal. Het is een verhaal.